Welkom bij deze speciale top 5 die geheel in het teken staat van het Nickelodeon Family Festival die 26 augustus hier plaatsvindt op het strand van Almere. Dit zijn 5 toffe dingen die je op dit festival kan doen. Hey, en trouwens, als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even nu, want is gewoon gratis. Een van de 5 redenen waarom je absoluut naar het Nickelodeon Family Festival moet komen, is dat er superveel vette YouTubers komen. Onder andere Jamila. Hier je gasten. Dat wil je dus echt niet missen. Een vierde reden om naar ons festival te komen is omdat er superveel muzikale acts zijn. Ja, bijvoorbeeld Femke Louise. Al die boys, ja, ze willen mee, maar dat kan niet zo makkelijk. Ik ben op mijn money, waar is the way? Ja, mijn Sony is verraderlijk. Ja, en Ronny Flex. Bij mij gaat niet weg. Je bent de enige die ik heb. Enige die ik heb. Enige die ik heb. Oh, een kraantje papi. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. En dat zijn er nog maar een paar. Er zijn er nog veel meer. Deze super vette meet and greet die je kan doen met je favoriete sterren. Zoals bijvoorbeeld met SpongeBob. Of Lars Schotvoort. Of de Lucas. Super cool dit. En dan kan je gewoon meteen op de foto en een handtekening. En met ons. En met ons natuurlijk. Uiteraard. Ja, met ons natuurlijk ook. Reden nummer 2 om naar ons festival te komen is omdat dit de allerleukste speeltuin ter wereld is. Ja, je kan hier gaan springen op springkussen. Je kan laten schminken. Je kan rondrennen en in bomen klimmen. Je kan hier gewoon met je blote voeten door het zand lopen. Je kan het water ingaan. Je kan alles doen wat je thuis eigenlijk niet mag. En het hoogtepunt van het festival is er al een enorme reuzenrad waarin je bovenin de topste selfies kan maken. Ah, een beetje zoals dit. Dit wil je dus echt niet missen. Ik ga ervan uit dat je je tickets al lang besteld hebt, maar hey, is dat nu niet zo? Check dan even de link hier beneden. Ja, en dan zien we je daar. Tot 26 augustus hier in Almere. Doei!